Heerlijk, heerlijk, lente. Hartelijk welkom bij het Herborium, het spiritueel centrum van Wisp. Onze zomerprogrammering is rond en dat betekent dat wij u een rijk pakket kunnen aanbieden van mogelijke wegen die leiden naar een geestelijke groei van jezelf. Ja, u moet ons Herborium zien als een kruispunt van wegen. En al die wegen kunt u inslaan om te komen tot een optimale spirituele zelfontplooiing. En zie Dree en mij dan maar als wegenwachters. Leuk beeld, Huub. Dat betekent, krijgt u onderweg geestelijke pannen, dan zijn wij er als de kippen bij om u weer op het rechte spoor te zetten. En hier ziet u ons spoorboekje. Jij doet deze, hè? Want dan was ik weg. Begin april. Dan ben ik weg. Hier ben de ik. De trendance. Ja, ja, jij doet dan ook. Want dan zit ik in Stonehenge. Ik dan doe Stonehenge ik de dan. Innerlijke transformatie. En jij ging hier met die Juinense groep naar de piramide, toch? Dan doe ik de Sacred Nature Experience. Nou, dat kan ik niet. Nee? Nee. Nou ja, ik heb nog de tijd. Doe deze, jij doet dan weer en dan deze. Doe ik de Neo-Egeaanse Rebirthing Adem. En de set doe ik de aanvullende cursus, de set filosofie, het affirmeren en het creatief visualiseren. Doe jij? Teken, die doe ik dan ook graag. Omdat Huub doet de chakra tiendaagse met het lijfwerk en het meditatief tekenen. Nou ja, augustus. Dat doen we samen. Die doen we samen. Dat is traditie in Wisp, de shamanenmaand. Waarbij we het gaan hebben over de dromen, de dood, de wetenschap. Ja, we er, al weer op. Er is een medicijnwiel en er is een zweethut. Ja, heren, ik krijg de indruk dat u zo nog uren door kunt gaan, hè? Nou, nee, de hele zomer gaan we door. Ondertussen werken we ook weer aan het winterprogramma, heren. Ja, kan ik ook cursussen combineren als ik mee wil doen? Het lijkt me fantastisch. Dus eerst meditatief tekenen en dan in de zweethut of tekenen in de zweethut? Dat kan. Ja? Je kunt samen met ons een persoonlijk traject uitstippelen voor een optimale besteding van een spirituele zomervakantie. Dat kan, hoor. Ja. Mag ik dit alles toch geestelijke zweefkezerij noemen? Sorry, hoor. Ja, het is het Aquarius-tijdperk. Ja, het is het Aquarius-tijdperk. New Age. En honderdduizenden mensen in Nederland zijn op weg naar zichzelf. Ja, dat vind ik nou juist zo erg. Hè? Nee, het is toch fantastisch dat de mensen zich niet alleen met het materiële bezighouden, maar ook eens wat verder kijken dan de neus lang is. Exact. Ik noem het geestelijke masturbatie. En meer niet. U weet toch ook wel dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan we kunnen bevatten. Ja, er is veel meer die platitude had ik verwacht. Daarom wilde ik nu overschakelen naar ons wetenschappelijk bureau. En kijkt u even mee, heren. Dat is dus een 1 met 32 jaar. Dat is nogal vieringstijd. Ja, nou, laten we maar die nullen zetten en morgen wel zeg. Oh, zeg. Die vullen we nog wel in. Ja, het Simplistisch Verbond heeft ons een buitengewoon interessant wetenschappelijk vraagstuk voorgelegd. Namelijk, is er meer tussen hemel en aarde? Ja, je hoort dat vaak zo achterloos zeggen. Hè? Er is meer tussen hemel en aarde. Maar is dat dan ook zo? Wel nu, wij hebben eerst dat eeuwenoude begrip hemel aan een wetenschappelijk onderzoek onderworpen. En wij mogen concluderen dat wetenschappelijk gezien de hemel niet bestaat. Nee, dat is een eeuwenoud misverstand toch, dat je in zoiets als een hemel terecht zou komen. Dat is niet aannemelijk te maken. Hoor. Nee. Wel is het zo dat de aarde, de materie dus, niet eeuwig is. Nee. Dus de atomen, de nucleonen of kerndeeltjes, de protonen, neutronen, die op zichzelf weer bestaan uit quarks, dat die quarks zich halveren. Ja, die vallen uiteen in een halveringstijd van 10 tot de 32e jaar. Ja, dus zo gaat langzaam niet. Dat gaat heel langzaam. Maar of we dan in een hemel terechtkomen? Heren, mag ik even samenvatten? De stelling, er is meer tussen hemel en aarde, berust dus op flauwekul. Wetenschappelijk gezien. Halva quarks zijn het dan. Kijk, quarks. Omdat je niet aannemelijk kunt maken wetenschappelijk dat er een hemel is. Precies. Maar er zijn toch niet wel bewijzen dat er meer of minder tussen hemel en aarde is. Want je hebt geen vergelijkingspunt. Nee, precies. Je hebt natuurlijk een aarde, maar hemel is er dus niet. Dus wat meet je dan? Onverklaarbare dingen zijn er. Ik wil weer even terugschakelen naar het Herborium. Kan dat even? Heren, u hebt het gehoord. Het idee er is meer tussen hemel en aarde kan verwezen worden naar het Rijk der Fabelen. Ja, maar dat zegt ons natuurlijk niets. Nee, het is als uw wetenschappelijk bureau niet kan bewijzen dat er niets is tussen hemel en aarde of iets is tussen hemel en aarde, dan kunnen ze het niet bewijzen. Dus dan bewijst het ook niets. Dat is geen bewijs. Dat kunnen niet bewijzen. Ja. Bewijst het ook en niet. Die wetenschap kan zoveel niet bewijzen. Nee. U, meneer De Bie, neemt dus wel aan dat er een Rijk der Fabelen bestaat. Ja, zeggen wij. Maar de wetenschap kan het niet bewijzen. Nee, nou dat aura rond Drees hoofd. Nu is het er weer. Heb ik weer een aura? Ja, die oranje gloed. Die uitstraling. Is toch ook nooit rechtvaardig waar dat vandaan komt? Is toch ook nooit
Kijk, als die weg nooit kunnen bewijzen, hebben ze dat. Maar het is er, het was er wel. Het was er. Ja, heren, voor het bestaan van een aura is geen enkel wetenschappelijk bewijs. Ja, nee, nooit. Nee. Heb jij dat dan wel eens gezien? Ja, nee, dat zeg ik. Ik heb wel eens een gezien. Ook boven uw hoofd, zo'n witte gloed. Maar bij navraag had u altijd net het eigen was. Is dat een tijd? Ah, dus dat altijd zo'n beetje nadampt. Oh ja? Maar dat is niet. Ja, ja. Maar dat is dat geen aura. Nu weer, hoor. U moet het leren zien. Ja, ik zie het, toch? Dat is het nou juist. Ja, maar wat is zien? Dat is het. Wat is zien? Door te leren bewijzen. Door te leren bewijzen. Heren! Heren! Nou ja, dit is een typische jaren 90 discussie tussen wetenschap en metafysica. Ja, daar kom je niet tussen. Goed, dit was de laatste Cake op de Week van dit seizoen. Tot een volgende keer. Mijn collega komt van Mars. Maar als ik zijn hoofd uitdraai, als ik het uitdraai, dan Dat is niet zo.